ook met Igor Verhoeven, projectmanager OYO Reader voor Selectus. En dit is de OYO Reader. Hij past in mijn binnenzak. OYO Reader is klein, licht, mooi apparaatje. En ik zal een aantal dingen laten zien en instructie geven over een aantal zaken. Om te beginnen zet ik de OYO met één hele simpel knopje aan. Het is e-ink, dus het duurt altijd even een paar seconden voordat het magnetisch veld geladen is. De homepage is vrij leeg. Ik heb nog geen boek op mijn boekenplank. Het is de eerste keer dat we hem opstarten. Dus ik heb ook nog geen recente boeken. Dus het eerste wat ik doe is verbinding maken met de winkel. Je toetst daarvoor alleen maar op het Selectus logo. Op dat moment gaat hij verbinding maken met het internet. Via zijn wifi. Dan komt er een melding voor het wifi signaal. Nou, als het de eerste keer is dat ik een netwerk benader, dan vraagt hij hier even om het wachtwoord en code zeg maar, van mijn wireless netwerk. Hier is het al gebeurd, dus de tweede en de derde keer gaat hij automatisch verbinding maken met het netwerk wat bekend is, wat hij al kent. In de Selectus winkel staan een aantal boeken. Je kunt zoeken op genre, je kan zoeken op titel. En je kan ook een boek aanklikken. Ik klik nu één boek aan. En kom terecht op de productdetailpagina. Productdetailpagina staat een korte beschrijving van het boek. En ik heb daar twee mogelijkheden. Je kunt een proefexemplaar downloaden of je kan het exemplaar gaan kopen. Nou, in dit geval vind ik het leuk om een proefexemplaar te downloaden. Dus ik duw op de toets proefexemplaar. En wordt het proefexemplaar toegevoegd aan mijn OYO Readers boekenplank. Op het moment dat ik nu terug ga naar mijn OYO Reader, via de homebutton, dus de bovenste knop aan de rechterkant. En ik kijk naar recent of ik kijk naar mijn boekenplank. Die open ik nu. Dus ik daar het proefexemplaar wat we net hebben gedownload. En dan kan ik van hieruit gewoon openen. En ik kan een 10, 20-tal pagina's per boek, of soms een paar hoofdstukken per boek, kan ik gewoon gaan kijken of het iets voor me is en of ik het straks als e-book wil gaan kopen. Goed, als ik na het lezen van het proefexemplaar denk, ik vind het leuk om het boek te kopen, dan ga ik weer terug naar de shop. Dus ik maak nu weer een verbinding met de Selectus boekwinkel. Daarvoor ga ik naar de homepage. Tik ik weer op logo Selectus. Op dat moment wordt weer opnieuw verbinding gemaakt met internet via wifi. Als ik nou in de e-bookwinkel ben aangekomen en ik wil straks een boek kopen, dan zal ik me vroeg of laat eerst moeten registreren als klant. Ik kan dat ook meteen doen. Klantregistratie doe je door te klikken op mijn account. Accountregistratie, tweede optie is dat. En daar kom ik op een invulscherm terecht waar ik mijn naam, achternaam, e-mail en wachtwoord invul. Op het moment dat ik dat doe, ben ik bekend bij de Selectus winkel en kan ik met die gegevens altijd inloggen. Die heb ik straks ook nodig bij het betalen. Ik ben weer terug in de winkel en ik ga nu een boek aankopen. Ik klik nu op het koop nu en op dit moment wordt gevraagd naar mijn login. Dus nu moet ik mijn e-mailadres en mijn wachtwoord gaan invoeren. Dat ga ik doen. En dan kom ik in het betaalmenu terecht. En hier kan ik kiezen uit betalen met creditcard of betalen met iDeal. Dus met een bankbetaling, ABN, ING, Rabobank. Dus ik maak nu een keuze om met iDeal of met creditcard te betalen. Ik kies nu voor de laatste optie. En daar komt een menu voor me waarin ik een factuurnummer zie, een bedrag. En hier kan ik keuze maken tussen Mastercard, Visa, voer ik mijn creditcardnummer in, mijn CVC-code, die zit op de achterkant, de creditcard, de naam en de geldigheid. En vervolgens klik ik op het menu optie betaal. En vervolgens word ik weer teruggeleid naar de winkel. Dan kan ik naar mijn account gaan, naar boekenplank. En op die boekenplank daar staan de aankopen die ik net heb gedaan. En op het moment dat ik die aanklik, ga ik het boek eigenlijk van mijn virtuele boekenplank in de shop downloaden naar mijn OYO Reader lokaal. Dus op dat moment wordt het boek echt op de reader gezet.